Je moet ook even rekenen, we hebben een hele grote Joodse gemeenschap hier in Nederland. Als je ziet wat het conflict nu al doet, wat we ook hier aan gedoe importeren met al die massen en verschrikkelijke leuzen. Vanaf de Jordaan tot de Middellandse Zee. Ja, ik ben veel in Israël geweest. Dat land schoongeveegd moet worden. En dat dat een soort vrij Palestina moet zijn. De Joodse gemeenschap hier in Nederland, die is echt, voelt zich bang. Voelt zich in de steek gelaten alleen. En dat importeren we hier. En dat gaan we met zo'n debat nog een keer versterken als je niet uitkijkt. Dus u wil niet met partijen in gesprek die een ander standpunt hebben dan nu als het hier om gaat? Zeker wel. Maar wat je volgens mij niet moet doen, is nu net voor de verkiezingen dit ervan maken. En uiteindelijk worden hier de dupe van dat ze inderdaad, met name de Joodse gemeenschap hier in Nederland, die zich zwaar in de steek gelaten voelt,